Ja, ik lees die stukken ook. En vervolgens ga je wel naar de mensen toe. En ik leer mijn raadsleden altijd. Een stuk is buitengewoon boeiend. En dat moet je ook lezen. Dat heb ik ook nog geleerd van mijn oude leermeester Geert Wilders. Die zei, als je respect wil afdwingen in de raad, moet je eerst stukken gelezen hebben. En dan pas moet je een mening vormen. Maar het grootste deel is natuurlijk, wat vindt de burger? Wat vindt de stad? En ja, daar besteden wij heel veel tijd en energie in. Om met wijkvertegenwoordigers, stadsdeelvoorzitters, raadsleden, die moeten de stad in.